Televisiester Özkan Akyol schrikt zich een hoedje. De presentator van Omroep Max wordt in zijn brievenrubriek in de VARA-gids geconfronteerd met een man die smorverliefd lijkt op Fidan Ekiz. Deze, Magiel, is naar eigen zeggen, verbijsterd, dat de presentatrice weer alleenstaand is, sinds haar relatie met Wiert Duuk wederom is mislukt. Magiel spreekt van een ravissante, intelligente, empathische en grappige vrouw met zelfreflectie en spot. Dat zij niet dagelijks door een partner op handen wordt gedragen, is een onrecht dat op de agenda zou moeten staan bij de VN. Ziet hij zichzelf als potentieel datingmateriaal? Als boemertje van slechts 1,68 meter, die dagelijks decubitus materiaal reinigt, maak ik geen enkele kans. Maar duizenden andere mannen zouden zich toch voor deze godin uit de naad moeten flirten, verdomme. Importeer voor haar het gehele oeuvre van Joan Baez uit de VS. Deze brieflezer Magiel, die het zelfs heeft over vliegtuigjes die boven Rotterdam moeten cirkelen met de tekst, Fidan, ik ben je man, vraagt Özkan om hulp. Dit is toch een misstand dat voor een man zoals jij met contacten met de intelligentia rechtgezet zou kunnen worden. Zodat Fidan de liefde krijgt die zij verdient. Özkan vindt dat deze lezer van zijn brievenrubriek te ver gaat. U bent volgens mij een vies mannetje dat stiekem fantaseert over Fidan Ekiz, ergens in de buurt van een doos tissues, voor het geval er ongelukken gebeuren en er mogelijk bewijsmateriaal kan achterblijven in de vorm van vlekken. Hij schiet de meneer niet te hulp. U stelt mij behoorlijk teleur. Om die reden ga ik ook geen antwoord geven. Cuando tú no estás conmigo, como gritarle a los vientos que me perteneces, que te necesito.